je voorstellen, grote delen van Europa bestond toen uit een ondiepe binnenzee in een subtropisch klimaat. Ja. Die zee zat natuurlijk barsten vol met dieren, van microscopisch klein tot hele grote. Al die dieren hebben niet het eeuwig leven, sterven af, zinken naar die zeebodem, die vergaan. En alles wat er overblijft is natuurlijk dat kalkrijke skelet, de schalen, de schelpen enzovoorts. En dat gebeurt laag op laag op laag. En door die enorme druk van bovenaf werden al die kalkresten van die dieren samengeperst en samengewreven tot een kalkpakket hier van 80 meter op deze plek. En dat noemen we de mergel. Ja. We lopen in feite door een oude zeebodem heen. Ja. Allemaal dode dieren om ons heen. En tijdens werkzaamheden van die blokbrekers hebben we natuurlijk ook resten gevonden van de dieren, versteende resten, de fossielen. Nou, de kleintjes, de haaientandjes, de zeeegeltjes, die vonden ze bijna iedere dag. Ja. Maar we hebben ook grotere vondsten gedaan. Ja. Want hier in het Natuurhistorisch Museum van de stad ligt een compleet skelet van een zeeschildpad van ruim een meter doorsnee, dat ooit een keer hier in de mergel gevonden is. En de grootste vondst, die deden de mensen ruim 200 jaar geleden. Want toen vond men de schedel van een dier. En dat was ook weer een vrij groot exemplaar. En dat heeft geruime tijd geduurd eer de mensen wisten met welk dier ze te maken hadden. Men kende dat dier niet. En na onderzoekingen bleek, hier hebben we te maken met een uitgestorven diersoort. Nou, hij werd ingedeeld bij de hagedis achter. Hij werd gevonden bij de rivier de Maas. Dus dat beestje kreeg heel snel de naam Maashagedis. En gaan we dat vertalen in het Latijn, dan zien we de naam staan Mosasaurus. En onder die naam zijn al zijn soortgenoten die later over heel de wereld gevonden zijn, dragen de naam Mosasaurus naar aanleiding van de vondst hier in de Sint-Pietersberg.